Bart erover. Na Schotland, tweede grote test, vandaag KV Mechelen. Een korte analyse. Heel kort. Dus, ik vond het een vrij goede wedstrijd. Dus we zijn we hebben een gelijke tred met Mechelen kunnen houden. Pakweg gedurende de eerste helft. Er zijn nog weinig kansen langs beide kanten geweest. In het spel, in het tempo, in de handelingssnelheid lig je onder. Vrij logisch. Zij staan voor de stap van de competitie. Voor de start van de competitie wil ik zeggen. En we hebben nog een goede drie weken. En op de tweede helft, dan zijn we een klein beetje hebben het middenveld helemaal uit handen moeten geven door de kwaliteit van Mechelen. En bij ons nog misschien een klein beetje conditioneel achterstand. En, maar dat neemt niet weg dat je dan nog altijd in een organisatie moet kunnen spelen. En durven zeggen, kijk, zelfs in een oefenwedstrijd, ik speel resultaat. En dan is het niet door een kans van Mechelen, maar door je eigen toedoen dat we die 0-1 slikken. En dan is het natuurlijk een spijtige zaak op 10 minuten voor tijd. Ja, en toch, het was toch een pittige wedstrijd. Ze hadden toch echt goede tackles in. Toch zwaar op de regel, niet? Ja, nee, maar ik vind wel dat er met heel veel enthousiasme en overtuiging mag gespeeld worden. Zowel bij ons als bij Mechelen. Dat vind ik helemaal geen probleem. Daar zijn er geen kwetsuren doorgekomen. Dus dat is, het moet allemaal fair, maar hard. Daar heb ik totaal geen probleem mee. Nu, volgende vrijdag tegen Getafe is nog een tikkeltje hoger, zeg maar. Heb je al iets in je hoofd? Ja, absoluut. Dus je moet eerst al kijken wie dat er allemaal vrijdag beschikbaar gaat zijn. Vandaag hebben jongens 9 minuten de kansen gehad. Dat zijn weer andere geweest dan bijvoorbeeld in Schotland. Als groepsprestatie ben ik tevreden. Je moet positief constructief blijven. Maar nu zullen er wel andere keuzes gemaakt worden naar de volgende thuiswedstrijd. Misschien in een andere organisatie. Omdat je toch 2 of 3 manieren van spelen moet beheersen om om aan de start van de competitie te komen. Dus, en ik zeg nogmaals, 17 augustus is onze focus. En nu de resultaten opeenstapelen, dat is, lijkt me nog niet nodig, maar je moet er wel voor gaan. Ja, en de nieuwelingen die je in de ploeg hebt gepest, ben je daar tevreden over? Ja, dus Tosin Dosunmu als tweede spits rond Oris was vorige week op Schotland, vond ik een sterke wedstrijd spelen. Nu was dat door de organisatie van Mechelen. Vooral door de organisatie van Mechelen had je het iets moeilijker om voor gevaar te zorgen. En langs de andere kant, Polmans op rechtsback vond ik behoorlijk. Dus niet meer dan dat. Heeft deelijk zijn wedstrijd gespeeld. In het centrum heb je dan Karel de Smet, vind ik een absolute meerwaarde. En, maar er zijn nog jongens in de pijplijn. Dus je weet dat Romeo van Dessel volgende week normaal gezien fit is. En Christophe Meijers komt terug. En ik denk dat zij nog misschien die extra waarde gaan kunnen meebrengen. Ook qua fysieke kracht, ook qua organisatiespel. Dus ik denk wel dat we... Oké, er moet misschien nog iets bij, links en rechts. Maar daar zijn nog 3 weken voor. Maar de basis staat al wel. Ja, toch ook een woordje over de keeper, Theo Dufigny. Die heeft toch... je ziet dat die kerel toch klasse heeft. Daarom is hij ook bij Antwerpen gekomen. Dus daar is heel veel voorbereidend werk in gestoken van bepaalde personen hier binnen de club. En moet ik zeggen, chapeau, want eer je bij Lyon bent natuurlijk. Langs de andere kant zijn we die jongen gaan bekijken in Lyon zelf. Heeft daar een behoorlijke indruk nagelaten. We hebben ook met zijn rechtstreekse trainers kunnen spreken. En dan krijg je een algemeen beeld van de speler. Niet alleen op, maar ook vooral naast het veld, karakterieel. En ik denk dat dat een goede gast is, echt... goeie kerel en een goed niveau voor Antwerpen. En zou je nog graag een paar spelers bij willen? Dat doet elke trainer. Dus maar ik ga nu niet zeggen van die of die speler. Nee, ik denk dat het heel duidelijk is waar eventueel het schoetje knijpt. Maar daar zeg ik nog 3 weken. Het lijkt heel kort, maar het is ook nog heel lang. Dus we gaan nog bij komende wedstrijden proberen in te lassen om toch nog iets meer ritme op te doen en om eventueel nieuwe jongens in te passen.